Yo mensen van Rated Games, ja, we staan op het mooie balkon van Timo dan, hè. Kijk, let op, hier zo om de hoek is waarschijnlijk mijne. Die daar zo, die is van mij. En waarschijnlijk kennen jullie het nog wel. Dit straatje. Ja, maar kijk, ik heb slecht nieuws, want in mijn kamer zit een fucking mierennest, let op, hè. Ik weet niet of dat je alles ziet kruipen. We hebben alles al plat gestampt. Zover, ja. Dus de zaken lopen. Maar ja, ze komen de hele tijd er weer bij. Dus dat is een beetje crisis dit. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga misschien bij Timo op de kamer liggen dan. Want daar zijn geen mieren volgens mij. Nou mensen, we zitten hier dus bij de receptie. We hebben even gezegd dat het kluisje niet goed dicht kan ofzo. En ja, dan kunnen ze ook gelijk de mieren zien ofzo. En we gaan daar dadelijk achter eten. Ik weet niet of dat je kan zien. Maar er staat een restaurant of zo. Dus ja, eet smakelijk alvast. Kijk, we hebben ei, twee. We hebben van die broodjes, gewoon normale broodjes. En pannenkoek die ik al voor de helft op heb. Maar ja, dat is gewoon een goede handel, of niet? Nou mensen, vorig jaar waren dus van deze waterzakjes. Die kan je keihard gooien. Maar deze zijn over, want die zijn er dit jaar niet meer. Die hebben we net hier gevonden. Dus die gaan we nog kapot gooien, want ze zijn toch niet meer verkrijgbaar. Tegen de muur. Oh, gek. Oké, ik geef ze naar achter. Nog één. Gooi. Oh. Nou geef ik. Oh. Nog snel. Oh, mooi. We gaan naar Island en dan moet je in zo'n kuttunnel. Vorig jaar hoefde ik nog net niet te bukken. Ja, alleen in het midden. Maar nou waarschijnlijk wel. Kijk, hier zo heb je die gekke ding van vorig jaar nog en dit ook. Dat is wel een klein beetje vernieuwd, want zoals je kan zien hebben ze daar boven op de toren hebben ze van die dakjes gemaakt. Van weet ik veel waarvan dat is. Timo flikkert bijna, maar dat maakt niet uit. En ja, kijk wat er nog meer nieuw is. Dit is de andere kant van deze toren. Ik weet niet of je het een beetje goed kan zien, want ja, de glijbanen overlappen elkaar een klein beetje. Maar het ziet er goed uit. En ik ga wel een andere keer ook even er vanaf of zo, denk ik. Dat is wel lachen. Kijk, dit zijn ze even vanaf deze kant. En daarna heb je zo'n gekke zwembad. En dan heb je zo'n gekke eetkraam. En daarachter heb je nog zo'n rood zwembad. Kijk, dit is de andere kant van de poolbar. En dan heb je hier nog de andere ovale zwembad. En dan heb je daar nog zo'n gekke ding allemaal voor kleine kinderen. Timo, is het koud? Ja! Ja! Haha, sukkel. Wat Timo, ga je in één keer erin joh? Ja, ga. Ah, koud! Haha, sukkel. Nou mensen, ik weet niet meer of dat je deze plek hier achter mij herkent. En daar zo. Hier gingen wij vorig jaar ook lekker animals zo. En dan met koek allemaal eten en zo. Dat was kei lachen en op de bank springen en met kussens op elkaar gooien. En ja, nou niet, want nou zijn de kussens er nog niet. En dit is nog dicht, want dat gaat pas volgens mij om 11 uur open of zo. Kan wel, maar dat maakt niet uit. Dachten bij de Kids Club. We zijn ons helemaal belachelijk aan het maken dat wij veel te oud zijn en zo. Boeien. Zijn hier zo pizza? Zo fucking lekker deze jongen. Ja, sowieso even bij de patisserie of zo. Koekzaal. Nou mensen, klaar met zwemmen, je weet toch. Ik heb net ook al gedoucht en zo. En ja, het is nou 17:45. We gaan, ja, als Timo nou klaar is met douchen en dan voor mijn vader en moeder, gaan we eten. Dan zal ik ook wel even laten zien, avondeten. En kijk, alle mieren zijn trouwens opgeruimd, geen idee. Stinkt hier echt naar chloor, dus waarschijnlijk hebben ze echt allemaal van die zooi hier gespoten. En, oh, hebben ze goed gemaakt. Nou mensen, het is nu 17:06 en de laatste is nu aan het douchen. Dus ja, het zal nog iets van 5 minuten duren, zo hooguit. En dan gaan we naar het restaurant. Ik neem jullie mee, we gaan kijken wat we gaan eten. Ik heb er een gevangen. Ah, ojo, fucking grote vis. Wat denkt die hiervan? Ja, dat is een pittig visje. Maar we zijn aan het eten.
Dus ja, ik heb nog niks. Ik ga nou iets halen, dus let's go. Nou jongens, ik heb aardappelkroketjes en friet. Dus dat is wel goed, hè. Die aardappelkroketjes die, die zijn kei lekker, of niet? Zo! Hij vindt het helemaal mooi. Nou mensen, we zitten in de fucking tv-room. Hij is open. Ja, of tenminste, de deur is gewoon open. Dus ik neem aan, en allemaal stoelen. Dus ik neem aan dat we gewoon hierin mogen. Alleen er was één probleempje. De licht was uit. Dus wat heb ik net gedaan? Oh, ik weet niet of ik het zo goed kan vasthouden. Kun je nog wat kan zien? Kijk, ik heb gewoon dit zo gedaan. Zo. Oh. Wij hebben altijd elektro op school. Dus wij werken hier altijd mee. Kijk eens. Ja, hij doet het gewoon. Yo mensen, misschien voel je me wel weer aankomen. Maar we zijn weer dus weer bij de verbouwplek. Maar gisteren waren we in de kamer van vorig jaar. En toen wou ik aan Lars even laten zien waar we het eerste jaar sliepen. Die deur was fucking open. We staan nu in dat huis. Wacht, misschien weten jullie het nummer nog. Doe ik even. Kijk, let op, hè. Kijk, dit nummer heb ik gisteren ook in de video laten zien. Dan weten jullie niet dat het gewoon fake is of zo. Kijk jongens. We zijn hier ook druk aan het verbouwen, gek. Wat ligt er nou zeiken, joh? What the fuck? Okay. Hier zo sliep eerst mijn vader en moeder. Dit staat dit is niet op YouTube gekomen of zo, dit van deze vakantie, want toen had ik nog geen YouTube kanaal. En in dat achterste bed daar heb ik ooit geslapen. What the fuck? Ik ken dit nog wel, jongen. Het kluisje. Oh, uitkijken dat ik niet van traptief. Maar we gaan nou weer naar het gebouw waar we vorig jaar waren. Misschien staat de deur ook nog open. Want daar wou Lars misschien ook nog even kijken, of niet? Ja, vast wel. Dus let's go. Nou mensen, we hebben geluk. De kamer van vorig jaar is nu open. Laten we er weer even gaan kijken. Hallo? Oké, er is niemand. Gisteren hebben jullie dit ook gezien in de video. Of de video van de eerste of tweede video of zo. Oké, ik loop hier even heel snel doorheen met filmen. Ja man, hier sliep ik, weet je nog? Hier sliep ik door de deur, man. Gek. Oké, we gaan weer terug. Hun zijn allemaal kaulodom. Hun doen stoelleuning tikkertje. Of tenminste, daar heb ik zelf verzonnen die naam. Maar dan gaan ze op stoelleuningen rennen. En dan gaan ze tikkertje spelen ofzo. En dan als iemand pleurt, dan, dan ga ik echt fucking aan het lachen. Nou mensen, even op de like knop duwen. Even abonneren. Een wagentje rijdt hier buiten, maar dat maakt helemaal niet uit. Even liken en dan zien we jullie later. Pien. Oh.